Hallo allemaal, mijn naam is Finn Dwinger en ik voel me bij Ajax onder 13. En ik ga jullie vandaag uitleg geven over hoe topsport in elkaar zit. Gewoon jezelf blijven. Niet als er scouts komen te kijken dat je dan maar acties en goals wil maken. Want dat heeft helemaal geen zin. Nee. Ik ben Finn Dwinger, ik ben 11 jaar. En elke dag na school was het eigenlijk voetballen. En dan was het eten en daarna weer voetballen. Kampioenen, dus dan is er één op goal en als je dan scoort ben je door. Of 1-1 hadden we een pleintje met 2 goals en we hadden een groot veld. En eigenlijk was het dan, ballen ben je eruit, dan moet je achteraan de rij zitten weer. Eigenlijk speel ik overal. Ik ben bij Zeeburgers met achter gespeeld, rechts, midden en rechts buiten. Mijn sterke wapen is mijn schot en mijn afstandspaas. En ja, ik hoop dat we een leuk seizoen hebben, een goed seizoen, goed bij het team. En ik hoop natuurlijk aan het eind dat ik mag blijven. Maar ondanks dat hoop ik gewoon het allermeest dat het gewoon een superleuk seizoen wordt en dat ik me heel erg ga vermaken. Ik ben Finn Dwinger en ik speel voor Ajax. Nou, ik ben nog steeds Finn Dwinger. Ik ben ondertussen 12 jaar, speel nog steeds bij Ajax. En mijn positie is dus links centraal, dus links achterin. Nou, ik ga jullie vandaag een aantal dingen vertellen. Ik ga jullie vertellen hoe topsport in elkaar zit. Hoe ik van amateurvoetbal er naartoe ben gekomen. Ik ga jullie wat vragen stellen. Ik ga jullie vertellen hoe mijn dag en hoe mijn week in elkaar zit. Ik ga mijn droom vertellen en hoe het allemaal werkt met corona. Nou, voor topsport heb je natuurlijk een aantal dingen nodig. Je hebt talent nodig, je moet goed zijn in je sport, je moet het kunnen. Je moet hard werken, altijd de beste willen zijn, altijd 100% geven, altijd je best doen dus. Je moet goed eten. Nou, ik eet 5-6 Snickers per dag. Ik weet niet of dat goed is. Je moet op tijd slapen en je moet heel veel plezier altijd maken in je sport. Nou, de weg naar topsport. Ik ben, toen ik 4 jaar was, ben ik begonnen met voetbal bij Sporting Martinez in een team met allemaal vrienden. Daar tot nu toe. Nou, dan gaan we weer verder. Dan wordt het opgehaald door een hele mooie Tesla. Dan word ik naar school gebracht. Saai dus. Dan word ik opgehaald. Met alle Ajax-spelers worden we opgehaald in een grote bus. Dan gaan we weer naar Ajax. Dan gaan we daar naar school weer leren, huiswerk maken. Dan ga ik trainen. Dan daarna word ik weer opgehaald. En dan ga ik naar huis. Ga ik avondeten, weer leren. Lekker nog iets eten of zo. En daarna lekker slapen, net als die hond. Nou, mijn week begint. Ik heb normale dagen en wat kortere dagen. Op maandag ga ik gewoon naar school. Dan ga ik trainen bij Ajax, eten bij Ajax en weer leren. Dat gebeurt ook op dinsdag. Op woensdag heb ik vrij dan, van Ajax. Dan ga ik dus naar school, ga ik leren. Daarna ga ik voor mezelf trainen bij de fysio. Daar word ik sterker en leniger. En dan ga ik thuis nog leren en heb ik daarna lekker de rest van de dag vrij. Op donderdag heb ik hetzelfde als maandag en dinsdag. School, trainen bij Ajax, eten bij Ajax en weer leren. Op vrijdag ga ik naar school, ga ik trainen bij Ajax, eten bij Ajax, maar niet meer leren. Want dan moet ik op tijd naar bed voor de wedstrijd, voor zaterdag. Zaterdag heb ik een wedstrijd en ga ik daarna, daarna lekker een beetje chillen, een beetje FIFA spelen. En zondag heb ik nog privé training en ga ik nog lekker veel met mijn vrienden om daarna. Nou, mijn droom is om bij een profclub te spelen. Bijvoorbeeld bij Barcelona. Moet je je nou voorstellen dat je de winnende goal scoort in de Champions League finale, net als deze. Dit is mijn goal. Die heb ik gemaakt in een wedstrijd. Maar ja, voetballen voor een prachtige club.
En dat voetbal je werk is, dat is echt mijn droom. Want dan kan je ook van je voetbal leven. En ik vind voetbal geen werk, dus dan werk ik eigenlijk nooit. En toch kan ik er mijn geld mee verdienen. Je moet dus altijd trainen. Dus ik krijg voetbalhuiswerk van Ajax. En dat is kracht en lenigheid. Dus sterker worden, maar ook leniger. En je moet dus altijd trainen. Ook op vrije dagen. Dan moet je dus extra trainen. Dat is ik in het weekend doe. En de woensdag bij de fysio. En ook tijdens vakantie. Dus altijd, overal, moet je gewoon je voetbalhuiswerk maken. En ik vind dat echt heel leuk. Nou, met corona zijn er natuurlijk een aantal dingetjes anders. Je gaat korter trainen. Je hebt mondkapjes op, in de bus en in de school. Je mag niet meer je trainers aanraken. Je mag niet meer eten bij Ajax. Je hebt korte studie. Je hebt er dus eigenlijk helemaal niks aan. Maar gelukkig mag ik wel nog trainen. Nou, als jullie nog wat vragen hebben, dan kunnen jullie die nu stellen. En ook mogen jullie antwoord geven op de vragen die ik jullie heb gegeven. Nou, ik heb hier een vraag binnengekregen van Jasmijn. Hoi Finn, ik ben met Jasmijn en mijn broertje heet Hidde. Wij hebben een vraag voor jou. Hoeveel uur voetbal jij per dag? Nou, normaal voetbal ik 2,5 uur per dag. Maar nu met corona train ik maar 1,5 uur. Dus dat is al een stuk korter. Dan heeft iemand gezegd, vind je het spannend om bij Ajax te spelen? Nou, soms wel natuurlijk, want je moet veel trainen. En je moet altijd de beste willen zijn. Maar ik vind het vooral heel leuk. Wat is je beste goal ooit? Nou, ooit, zeg maar, toen ik bij Ajax, mijn eerste wedstrijd voor Ajax, scoorde ik gelijk een goal. Dus dat is mijn allerbeste goal ooit. Wil je soms iets anders doen dan voetbal? Ja, maar dat is vooral uitrusten nadat ik getraind heb. Want dan ben ik altijd heel moe. Maar voetbal is echt mijn favoriete sport. Mijn droom, daar kom ik hierna bij, dus dat ga ik nu uitleggen. Mijn droom is dus eigenlijk dat ik voor een goede club ga spelen, dat heb ik ook uitgelegd hiervoor. Voor een goede club en dan scoren in de Champions League finale, dat lijkt me echt fantastisch. Hebben jullie nog meer vragen? Laat maar weten. Hoe vind je het om bij Ajax te voetballen? Nou, ik vind het eigenlijk echt geweldig. Je mag elke dag met dat mooie pakje aantrainen. Elke dag trainen. Je wordt heel veel verzorgd. Je mag eten, studeren. Je wordt opgehaald thuis. Je wordt thuisgebracht. Echt fantastisch vind ik het. Welke voetballer zou je graag nog willen ontmoeten? Nou, ik ontmoet er heel veel van Ajax. Tagliafico had ik laatst nog een box gegeven. Maar ik zou graag... toch wel Ronaldo, die zou ik nog echt wel een keer willen zien. En mijn lievelingsspeler, dat ik al gezegd, is Frenkie de Jong. Want hij heeft fantastische techniek en hij snapt het spel echt heel goed. Nog laatste vragen? Oh. Heb je een keer een rode kaart gekregen? Nee, ik heb nog nooit een rode kaart gekregen. Maar ik heb wel voor 2 keer een gele kaart gekregen. Maar dat gelukkig nog geen rood. Ben je fanatiek in klassieker? Ja, ik ben eigenlijk altijd fanatiek, maar tegen Feyenoord te spelen of bijvoorbeeld tegen PSV is altijd wel leuk. Is altijd knok eigenlijk. Doe je nog iets naast voetbal? Qua sport niet. Nee. Ja, maar dus wel bij de fysio trainen, maar geen andere sporten. Wat vind je van Feyenoord? Ja, nou voor alle Feyenoorders onder ons. Nee, gewoon voor Ajax. Heb je nog meer sporten die je leuk vindt? Ja, ik zei heel veel sporten. Ik vind basketbal wel leuk. En tennis vind ik ook wel leuk om af en toe te doen, maar eigenlijk echt gewoon voetbal. Wanneer begon je met voetbal? Ik begon met voetbal toen ik 4 jaar oud was, bij Sporting Martinez. Heb je nog andere sporten gedaan? Ja, ik heb natuurlijk zwemmen gedaan, maar ik heb ook kickboksen gedaan. Dus dat was ook leuk. Nou, waren dat de vragen? Wat was je leukste wedstrijd? Ik kreeg er nog eentje. Mijn leukste wedstrijd was, even denken, tegen Feyenoord. En dat was echt een prachtige wedstrijd. Ik speelde heel goed, was echt heel leuk.
Dus we hebben toen 15-8 gewonnen. Dus dat was een goede wedstrijd. Wat is je droomclub? De droomclub is om bij Barcelona uiteindelijk te spelen. Hoe hebben ze jou gescout? Nou, ik deed altijd op talentendagen trainingen. En daar op een gegeven moment, na die talentendagen, ging ik gewoon weer doorproeven bij mijn eigen club. En toen kwamen er op een gegeven moment scouts kijken bij Zeeburgia. En toen hadden ze me uitgenodigd voor een training. En toen mocht ik daar komen spelen. Wat is de hoogste uitslag van een wedstrijd die je won? 51-1 gewonnen. MVV. Tegen MVV, dat was vorig jaar. Wat eet je als je bij Ajax eet? Ik eet heel veel gezonde dingen eigenlijk. Nooit iets. Veel vlees, vis, groenten, heel veel vooral. Dus ja. Mis je je vrienden niet door de week? Ja, soms wel, maar gelukkig heb ik in het weekend altijd nog vrije tijd om met ze gewoon lekker te spelen. Hoe doe je het met school? Ja, gewoon. Ik heb genoeg tijd om bij Ajax ook inderdaad gewoon te studeren. En als ik thuis kom, heb ik nog tijd. Dus dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. Die combinatie is goed. Speel je momenteel op je favoriete positie of speel je liever ergens anders? Nee, ik speel links centraal. Dat vind ik de leukste positie. Ja. Omdat ik daar gewoon, ben ik goed in de passing. En daarom kom ik daar heel goed uit en ik vind verdedigen ook heel leuk. Ik ben links, maar kan ook heel goed met rechts spelen. En hoe train je andere been? Ik train mijn andere been door gewoon veel ermee te passen en heel veel ermee te schieten. En dat gewoon heel vaak oefenen, 1000 keer. Waarom vind je voetbal leuk en hoe is het begonnen dat je voetbal leuk vond en bij Ajax was? Nou, ik vond voetbal leuk. Ik ben gewoon op voetbal gegaan en ik merkte al heel snel dat ik dat gewoon heel erg leuk vond. En bij Ajax spelen is gewoon fantastisch. Dus slaap je soms ook thuis? Nee, dat niet. Ik slaap gewoon thuis. Tenzij als we op toernooi gaan, dan gaan we soms in gastgezinnen. Dan ga je slapen bij mensen die zich daarvoor aanmelden. En dan gaan we slapen bij andere mensen. Want omdat een toernooi dan bijvoorbeeld ver is en het toernooi duurt 2 dagen. En ik ben daar 1 keer was ik in zo'n gastnoer en toen was ik bij een keeper van Utrecht, of Groningen, sorry, Sergio Pat. Dat was wel echt heel vet. Speel je voor het Nederlands elftal? Nee, dat kan nog niet bij deze leeftijd. Dat kan pas vanaf onder 15. Dus dat duurt nog wel even. Wat is de moeilijkste wedstrijd die je hebt gespeeld? Tegen PSV. Die hebben we ook verloren, dat was vorig jaar. Het was heel nat, koud, vies veld en we speelden allemaal niet heel goed. Hoe ben je zo goed geworden? Ik denk heel veel oefenen. Dus gewoon altijd je best doen, altijd goed worden, altijd gewoon nog meer trainen. Hoe gaat het met het combineren van school en voetbal? Ja, dat gaat eigenlijk wel gewoon heel goed. Het is wel af en toe lastig, want soms heb je dus niet alle tijd, of ben je nog met voetbal bezig, ben je moe. Maar in principe gaat het heel goed. Ben je wel eens geblesseerd geraakt? Groetjes Pepijn. Nou, Pepijn, ik ben zeker wel eens geblesseerd geraakt. Ik ben eigenlijk net terug van een blessure, net een week. Want ik had last van mijn lies. En vorig jaar had ik heel veel pijn aan mijn knie, maar dat is gelukkig weg. Hoe oud was je toen je gescout werd? 11 jaar. Heb je wel eens een penalty genomen in de wedstrijd en een doelpunt? Ja, ik heb zeker wel eens een penalty genomen. Vroeger was ik eigenlijk helemaal niet zo goed in penalties. Maar tegenwoordig schiet ik er eigenlijk wel gewoon heel veel in. Voetbal je ook op straat met vrienden? Zeker. In het weekend en 's avonds is het nog tijd, en voetballen we altijd met vrienden. Wat vind je het allerleukste aan voetbal? Ik vind het allerleukste het strijden en dan tegen een goede club waar het een leuke pot is. En dan gewoon echt het vechten voor het winnen. Wordt het soms niet te veel? Nou, voor mij niet, want ik vind voetbal echt heel erg leuk. Dus ik vind het altijd leuk blijven, dus het zal voor mij nooit te veel worden. Wie is de beste uit je team? Nou, dan ga ik toch wel zeggen Levi Asjecom. Met wie speel je het liefst? Ik speel met mijn teamgenoot het liefst met... Ja, gewoon met mijn teamgenoot eigenlijk. Ben je snel? Ja, ik ben wel redelijk snel. Vroeger was ik sneller. Toen was ik buitenspeler en snel en behendig. Maar nu sta ik achterin en ik ben heel erg gegroeid. Dus ik ben minder snel. Wat is je beste trucje? Ik denk toch wel gewoon de akka. Lekker mensen het bos in sturen. Waren dat de vragen? Ik denk het wel. Ja. Oh,
Wat is je record van hooghouden? Mijn record is 1126. Ik ben benieuwd naar die van jullie. Dat waren de vragen. Ben je ook wel eens trainer? Ja, vroeger, ja, 2 jaar geleden, heb ik ook bij mijn oude club, bij Sport Nummer 10, dus heb ik ook wel een team getraind. Dus dat was wel eens heel leuk. Maar liever speler gewoon. Oh. Mijn zoon Boris, 9 jaar, zit nu een paar maanden op voetbal. Heb jij een ultieme tip voor hem? Nou, voor mij is de ultieme tip gewoon blijven trainen, trainen, trainen en altijd hard werken. Altijd zijn best willen doen. Dus... nog. Wat is je stomste positie? Moet ik even nadenken hoor. Ik denk gewoon keeper. Keeper is, nee, ik doe het niet aan. Geen ballen vangen. Zeker niet. Nee. Vind je het niet spannend als er scouts staan? Nou, vroeger wel, maar eigenlijk de laatste jaar voordat ik bij Ajax ging voetballen, eigenlijk niet meer, want als jij je helemaal druk gaat maken omdat er scouts staan, dan ga je heel erg, wordt het heel erg spannend en dan ga je dus eigenlijk helemaal niet zo goed voetballen. Dan krijg je heel veel stress. Wat voor anders wil je soms doen dan voetbal voor voetbal? Eigenlijk gewoon gamen en lekker met mijn vrienden gewoon voetballen ofzo. Om hoe laat ga je voetballen? Ik train van 3 tot 5. Dus zeg maar einde middag. Heb je al een hattrick gescoord? Groetjes Jens. Even denken. Ja. Ik heb 1 keer een hattrick bij Ajax gescoord. En voor de rest heb ik wel bij mijn Seburgia een aantal hattricks gescoord. En bij Sporting Martinez. Ook gisteren heb ik ook een toernooi gehad. Met bijvoorbeeld de onder 13 waar ik in zit. De onder 14, 15 en 16. En dat was ook heel leuk, want dan had je dus allemaal gemixte teams. En elke keer als je een potje hebt gespeeld en je wint, krijg je als speler een punt en daarna krijg je een ander team. En dus uiteindelijk komt er één winnaar uit en ik heb die gewonnen. Kan je een rondje om de wereld? Zeker, zeker kan ik een rondje om de wereld. Ik zal het even laten zien. Hier. Oh. Komt ie. Zeg je? Komt hier nog eentje? Zo. En nog een. Ja, dus dat kan ik. Wat is het mooiste stadion waar je hebt gevoetbald? Ik heb eigenlijk alleen maar in het stadion van Volendam gevoetbald. Voor de rest nog niet een stadion. En speel je dan FIFA? Ja, zeker. Sowieso FIFA. Dat waren ze. Oké, nou dat waren de vragen. Ik ga weer trainen. Doei!